Hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuw deel van Minecraft Hardcore Survival. Het is vandaag deel 4 en ja, we gaan weer beginnen. Vandaag ga ik even kijken of we wat sheepjes kunnen vinden, zodat we een bed kunnen gaan maken. En ja, dat bed is eigenlijk cruciaal, want dan kunnen we lekker door de nacht heen komen, lekker lang survivalen. En dan kunnen we zorgen dat nummer 2 van Hardcore Survival niet al te kort is, net als de vorige. Dus dat betekent dat ik even een afstandje moet nemen van mijn huis. Want ja, jullie zagen aan het begin wel, mijn huis zit erachter op dat eiland voor degene die de eerste drie delen niet hebben gezien. En ik zie hier even wat water. Misschien dat het een secret... Ik ga het even kijken hoor. Ik ga het even bekijken waar hieronder zit. Wacht even dit opvullen, want dan kunnen we wat sneller bewegen. Dat is wel makkelijker ook meteen. Nee, hier is niet zoveel... Wacht, heb ik torches? Nee, ik heb geen torch, maar wel iron. Even kijken, mooi. Gelijk al wat iron. Hoeveel zijn het er? 4 of zo? Nee, 5. Volgens mij zien jullie nou echt bijna niks. In ieder geval daar niet. Nou, even terug naar het doel van vandaag, namelijk schapen zoeken. Want vorige spawn was dat we meteen met schapen en ik zag daar eigenlijk niet mijn voordeel in. Ik kwam er nu eigenlijk pas achter dat het eigenlijk super chill is dat we allemaal schapen hebben. En dat eigenlijk niet echt super chill is dat we allemaal koeien hebben. Maar ook wel, want ja, dat kunnen we allemaal kopen en zo. Kopen, maken. Dus die schapen zullen denk ik wel een afstandje weg zijn. Ik denk dat het hetzelfde is als met het land. Dat de beesten, zoals varkens, koeien en kippen en zo, ook gewoon per district of per gebied verschillen. Maar ja, ik kan het fout hebben. Want het scheelt natuurlijk per seed, dat is altijd eigenlijk wel. Maar per district, weet ik eigenlijk niet. Nou, dat betekent dus dat dit een groot eiland is. Of dat we aan het einde van de eiland zitten. Ik zal anders even kijken, want we hebben weer geen torches. Dat is heel dom van mij, dat ik gewoon geen torch meer heb genomen. Zo, is een heel bal weg. Nee, dit is niks. Er zitten een paar mushrooms, maar ik heb niet superveel aan. Dus we gaan even deze kant op, zodat we wat verder het land in gaan. En volgens mij zag ik er al een kleine glimp van het woestijnland, wat dit waarschijnlijk zal zijn. Wat best wel cool eruit ziet, want dit is gewoon de eerste keer dat ik hier rondloop. En volgens mij zie ik hier weer een heel mooi eiland. Ik hoop echt dat het een eiland is hier. Wacht even, meteen even sandstone meenemen. Dat is heel handig, die sandstone. Ik kan zijn er maar een paar. Zo. Ja, please. Ben een eiland. Nee, shit. Nee, het is geen eiland. Jammer. Maar wel een cool. Wel een cool landje. Even goed onthouden waar ik gelopen ben. Ik ben al vanuit die kant gekomen. Dus dat moet ik echt onthouden. Want daar ben ik gewoon verdwaald. En dan ben ik alle speutjes kwijt. Maar tot nu toe nog geen schapen gezien. En we moeten voor een bed. Moeten we. 3 wol hebben. Dus dat betekent dat we waarschijnlijk 3 schapen moeten killen. Of misschien 2 of zo. Want je krijgt volgens mij zeker per schaap wel een wol. Maar ja, ik zie er dus geen. Oh ja, mooi. We hebben er gevonden. We hebben er gezien. Dan moeten we even zorgen dat we zonder al te veel gehit worden naar beneden kunnen komen. Kijk eens. Mooi. Nou, er staan er beide mooi boven bij elkaar. Hier stond er ook nog eens heel sneaky. Maar dat was volgens mij een grijze. Nee, ook gewoon een witte. Kijk, nou hebben we al 1 wol. Heel mooi. Dan moet ik even goed nadenken. Want volgens mij is het 3 wooden planks en 3 wol op elkaar. Ik kan het mis hebben. Volgens mij loop ik nou langs de schapen. Ja, hier heb je er weer eentje. En nieuw geluidje als je level 10 bent. Oké. Okay. Ja, even een tijdje geleden voor mij dat ik Minecraft heb gedaan. Niet al te lang, maar ja, altijd nieuwe dingen die erbij komen. Nou, we hebben dus dit. 3 wol. Dan gaan we even testen of dat ook echt zo is. Dat je dan een bedje gaat maken. Dus maken we deze, maken hier gewoon een crafting table neer. Zetten we hem gewoon hier neer. Maar ik denk dat ik die dadelijk wel gewoon meeneem, want het is zo lelijk als ik die hier laat staan. Dus deze zo en deze zo. Ja, een bedje. Ja, dus het doel van vandaag is gehaald. Een bed maken. En dat is hartstikke mooi.
En dan denk ik dat ik nu even terug ga lopen. En probeer nog even snel wat caves te vinden voor torches. Want ik denk dat ik out of torches ben. Het kan zijn dat ik gewoon een halve stack torches of zo heb in mijn chest. In mijn huis. Maar ik denk dat dat niet het geval is. En dat ik dan gewoon nieuwe torches moet gaan halen. Maar ja, we zien wel. We lopen eerst even terug naar het huis. Als ik het kan vinden. Maar dat zal wel. Kijk. Hier al, hebben we al het monstereiland. Waar ik even een torch moet. Even. Heel even. Ik moet echt ophouden. Even. Oh, wacht. Oeh, ik val er bijna in. Deze cave, die heb ik nog niet gezien. Dat is serieus. Ik heb die cave nog niet gezien. Oh, thank you, thank you, thank you. Dankjewel, Seed van de wereld. Dat betekent dus, volgende deel gaan we lekker die cave. Ja, hoe noem je het? Exploren. Ontdekken, dat was het woordje. Ik was hem even kwijt. Nou, deze torch die hier zit, die mollen we even. Zodat we ervoor zorgen dat hier zeker monsters spawnen. Want ik moet XP hebben. Ik wil graag dat ik wat monsters. Ja, ik wil graag gewoon monsters hier hebben. En door die ene torch. Ja, spawnde hier gewoon maar één monster. De nacht. In de nacht. Maar ja, nu moet ik daar eigenlijk niet te veel zorgen voor maken. Want als het dadelijk nacht is. En ik zet mijn bedje neer. Ik ga slapen. Dan is waarschijnlijk het geval als ik wakker word dat er nog wat monsters zijn. Dus dan kan ik heel snel doorheen rennen en meteen die monsters killen. En dat zou wel fucking cool zijn. En dat is super chill. Nou, we zetten ons badge lekker hier neer. Lekker knus langs de crafting table. Dan gaan we eens even kijken, want hebben we nog torches? Nou, we hebben in ieder geval dit ding. Daar hebben we niks aan. De gunpowder houden we nog even. Heel veel leather, dus kunnen we even armor van gaan maken. Dan hebben we dit. Nee, die moeten we even koken. Even kijken, die moeten we ook meteen even koken. Deze doen we erin. De dirt, die kan eigenlijk wel weg. Dus die hou ik nog even hier. En de sandstone kan erin. Oké, dan gaan we dus deze even koken. Hier even wat armor van maken. Ik heb al een body, dus even een broekje maken. Als het goed is dat zo. Ja. En nog twee boots, dat kan ook nog. Mooi. Dus dan hebben we alvast wat betere armor. Kijk, nou upgraden we onze armor naar 3 van deze dingen. Wacht, ik zal het even laten zien. 3 van deze dingen. Zo. Kan je mooi met je muis. Want als ik zo doe, 3 van deze dingen werkt niet. Dus deze spider-eye, die kan ik trouwens wel opeten. Maar dat ga ik niet doen. Die kan weg. Die heb ik echt niet nodig. De torch. Ja, ik denk dat ik hem hier gewoon in doe. Er is nog wel wat plaats. En ook al die wooden tools. Daar moet ik echt vanaf. Want daar heb ik echt niks aan. Hier even kijken hoe het is met mijn farmpje. Zo te zien zijn deze al klaar. Waar zijn mijn seeds? Waar zijn mijn seeds? Wat is dit? Wacht even. Misschien dat ik de seeds mis ben gelopen of zo. Dit is wel heel gek. Ik krijg wheat, maar geen seeds. Ik kreeg wiet, maar geen seed. Nee, wat raar. Nou, blijkbaar dat dat dus gewoon kan. Oh, wacht, ik kan alleen s'nachts slapen, hè. Dus, het is klaar voor deze aflevering. We hebben ja, het doel bereikt wat ik had in ieder geval. Laat even achter wat voor meer doelen. Wat moet ik nou nog meer bouwen? Wat is cruciaal bij het hardcore survivalen? Want ja, ik ben een noob in het hardcore survivalen. Ik heb pas 2 keer de seeds, nee, 3 keer een map gedaan. En dat is qua tijd echt maar 2 uur of zo. Waarschijnlijk zijn jullie echt veel ervaren ermee. Dus laat zeker achter dingen die ik moet gaan bouwen. Volgende deel gaan we dus even kijken hoe het zit met die cave. En ja, laat zeker een duimpje omhoog achter als je het leuk hebt gevonden. Abonneer voor meer van deze video's. En dan zie ik jullie bij het volgende deel van Minecraft Hardcore Survival.